ga lekker eerst met Solange praten. Ik heb er helemaal zin in. Ik heb je lang niet gezien en wat zie je er goed uit. Dankjewel. Prachtig. Jij ook. Echt. Ik heb... ik ga heel even schetsen hoe het is ontstaan. Want ik had op Facebook wat dingen geplaatst. En jij had onder andere gereageerd op dat weten is daten. En dat zag jij in het begin niet zo zitten. Later zei je ook, ja, je hebt eigenlijk gelijk. Ja. Stiekem daten gaat niet. En toen dacht ik, nou, Solange, ik heb ooit les van je gehad op de universiteit, het eerste jaar. We zijn ook wel vriendinnen, al zien we elkaar weinig. Ik beschouw je als een vriendin. Ik zie je gewoon veel te weinig. En toen, eigenlijk zou Solange ook gewoon bij mij aan tafel moeten komen. Want je hebt een waanzinnig verhaal. En iedereen kent jou wel. En dat heb ik gemerkt, maar ze kennen ook heel veel dingen niet van jou. Je bent een soort... het is wel een hele aparte. En toen dacht ik, heb ik je gevraagd, we gaan wel 18 gesprekken doen, zou je een heel klein beetje je leven willen schetsen? Want ik weet natuurlijk dat je dochter bent van een kunstenaar, en ik weet dat je bent gaan studeren, maar... Ja, we hebben het niet altijd over van alles gehad. Hè? We hebben veel gedineerd, nog meer wijntjes gedronken. Maar je kunt het niet over alles zeggen. Maar je hebt het nooit over van alles. En je schreef mij een brief. En ik was heel eerlijk gezegd eigenlijk tot tranen toe bewogen. Ja, omdat er in die brief allemaal thema's staan die nog steeds op geld doen. Jij hebt dingen die jij hebt overwonnen, waarvoor je bent gegaan. En waarvan ik weet dat andere vrouwen ook wel moeten knokken. Nou, ik zelf trouwens in kluis. Zeker. Van kinds af aan al, door misschien wel een soort van valse start. Niet een bewust valse start, maar er gebeurt iets, of er is iets met je. Nou, klaar. Ik ga mijn mond houden. Ik ga beginnen met een zin. Zullen we eerst proosten? Fijn dat je er bent. Staat die laptop niet in de weg? Nee, helemaal niet. Nee? Ik kan altijd sjoeven. Of ik gooi hem op de grond. Ja, doe maar op de... Kom maar, ja. Doe maar even weg. Weg. Zo. Hoppakee. Mag dat zo? Voor mij wel. Nou, doe hem heel even. Zo, dan is het beter. Gezondheid. Santé, nog een keertje. Jammer. De uren zijn voorbij gevlogen. Er was een zin. We gaan het even zo doen. Solange Danen, geboren in 1962. Rolmodellen tijdens onze jeugd bepalen uiteindelijk wie we worden. En dan schetsen we even een beeld. Dochter van Paul Danen, kunstschilder. Moeder Riti Danen, rayonmanager uitzendbureau. Broer Mark, 4 jaar ouder. Opgegroeid in het centrum van de Hasseltkade. Tegenwoordig Hotel Bigard. Bugaré. Ik kan dat dingetje niet zetten. Oh, een accent EQ. Waar de familie nog steeds geportretteerd hangt. En dan schrijf je, een titel van een boek, ik ben in een standeloos gezin opgegroeid. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat is eigenlijk iets wat mijn moeder heel vaak tegen mij zei. Omdat ik merkte al heel vaak zelf het gevoel van, waar hoor je nou eigenlijk bij? Ja, dat heb je zelfs al op de lagere school. Dan je komt daar meisjes tegen. En, ja, weet ik veel wat die ouders allemaal doen. En, dus je zoekt eigenlijk altijd een beetje Anschluss. En ik vond die Anschluss nooit zo goed. Dus ik had zoiets van, waar hoor ik nou eigenlijk bij? En mijn moeder die zei destijds al, ja, maar wij zijn eigenlijk standeloos. En hoe kwam dat? Omdat bij ons thuis, omdat mijn vader kunstschilder was. Nou, er kwamen natuurlijk, ik weet, op een gegeven moment moest hij zelfs mijn vader voor het Koningshuis schilderijen, portretten maken. Mm-hmm. Maar goed, hij had ook modellen en die werkte normaal op het naaiatelier. En, dus hij, allerlei soorten mensen kwamen bij ons thuis. Hij was portretschilder. Hij was nou portretschilder en daarnaast, ja, hij is ook eigenlijk bekend geworden vanwege zijn clowns, zijn naakte en... Maar wil je in leven blijven als schilder, dan is portretschilder en dan was je ook heel goed in. Mm-hmm. Dus daar kwamen heel veel mensen over de vloer. En ja, daardoor, je hoorde eigenlijk nooit ergens bij. En dat is ook eigenlijk, misschien herken je dat wel een beetje, gewoon bij kunstenaarsgezinnen, dan ben je standeloos. Mm-hmm. Het is niet, je zit niet bij de burgerij, je zit niet bij de chic de frim, dat is allemaal een beetje. Ja, ik zeg altijd over mezelf, van ik ben een beetje een zigeunerin. Nou, dan herken je het ja, dus. Ik kan
Maar dan kun je ook met iedereen eigenlijk wel opschieten. Maar het geeft ook al veel levensruim. Als je maar wat weet. Want geen stickertjes, geen groepjes, exact. We zijn wie we zijn. Precies. En zo zijn we nou eenmaal. Maar je gaat naar school. En op school is het eigenlijk helemaal niet... Je vindt het niet echt heel boeiend. Nee. Toch? Nee. Er gebeurt ook van alles. Want je zit niet heel erg lekker in je vel. Nee, ik was een heel dik meisje. Want ik at heel graag. Je hebt ook een echt die naam. Schweinchendiek. Schweinchendiek. Ja, in Duits. Schweinchendiek. Ja. Dat was destijds een programma op de Duitse tv. Oh, en ja? Iedereen keek Duitse tv. Ja, want Nederland was niks. Dus het was Duitse tv. En dat was Schweinchendiek. En ik was gewoon een heel dik meisje. Alhoewel, ik vind het bij nader inzien best wel meevallen. Maar in die tijd was ik dikker dan anderen. Dus je krijgt meteen dat etiket op Schweinchendiek. En, ja, dat is dus niet voor te stellen, hè? Ja, en ik ken jou alleen maar zo als een heel ranke, lange, benige vrouw. Ja, misschien juist daardoor dat ik toen Schweinchendiek was. Ja. Wat deed dat met je? Want daar weet je gewoon voor mee gepest. Ah, je weet niet beter. Ja, het is niet dat je daar verschrikkelijk onder leidt, maar het was wel vechten. Het was vechten om vriendjes te krijgen en vriendinnetjes te krijgen. Ja, want je bent al altijd te minderen omdat je het dikke meisje bent. Mm-hmm. En... Tegelijkertijd maak je dat ook sterker, want je leert weer andere dingen herkennen, andere manieren om mensen toch voor je in te nemen. En, maar goed, ik wist niet beter dan, je voelt je altijd een beetje minder dan de anderen. Maar er kwam een ommekeer in, want opeens verander je in Barbie, van het ene uiterste naar het andere uiterste. Nou ja, dat heb ik je ook geschreven, want ik weet het, ik ging destijds al naar de MAVO toe. En dan ga je uit met vriendinnen en dat was wel leuk. Maar voor mij was het niet zo leuk, want er was nooit iemand die naar mij keek. En ik stond op de bar gewoon mijn tijd uit te zetten, tot we eindelijk naar huis te konden. En laat die kerels gewoon hun ding doen. Wij hebben nog wel even tijd hoor, we zijn net vertrokken. If you don't mind. Nou, Erik kan daarbij zitten, maar we gaan maar lekker doorpraten, Solange. En in ieder geval, je weet niet beter. Hè? Dus jij zei van leid je daar onder? Nee, dan leid je niet onder, want je weet niet beter. En het gekke is, op een gegeven moment, toen had mijn moeder bedacht om samen een dieet te gaan doen. En dat was in die tijd, je herkent waarschijnlijk het ABBA-dieet. Ja. Een 40-punten dieet. Nou, en ik was daar helemaal voor in. Ik ben toen ook niet meer naar buiten gegaan. Ik heb alleen nog maar gedieet. En mijn moeder had dat gewoon nog eens erbij. Dus die kwam alleen nog maar bij. Maar jouw moeder was ook stevig. Nee, maar die was klein, hè. Okay. Nee. Die was vrij tenger, hoor. Maar die kwam wel wat bij. Maar in ieder geval, na een half jaar was ik 16 kilo kwijt. En toen ging ik heel weer opnieuw uit. En toen ging echt een wereld voor mij open. En toen ontdekte ik hoe ontzettend belangrijk de omgeving is. Ja, dus ik voelde mij altijd nog precies dezelfde. Ja, van, ik was conciërge en ik was niet anders. Maar ja, mijn uiterlijk was anders. Maar toen heb ik wel gemerkt hoe ontzettend belangrijk de omgeving van iemand is. Ja, dus het idee bij mij is dat de omgeving... is driekwart bepalend voor hoe je jezelf voelt. Ja, of je nou zelfverzekerd bent, of dat je een hoge eigenwaarde hebt, is voor driekwart minimaal afhankelijk van je omgeving. En dat vond ik een echte eye-opener. Ja, dus dat je op een gegeven moment ziet van, hoe kan het nu? Ik ging een half jaar geleden kwam ik hier ook, en toen werd zo'n beetje naar me gekeken van, wat moet dat mens hier? En nu kom ik hier binnen. En dan ben ik de hottest girl in town. Nou ja, dat wil ik niet zeggen, maar... Denk het wel. Je had decolleté, je had lange benen, je had hoge hakken. Ja, en ik accentueerde het in die tijd. Echt zo goed. Maar dat ben je nooit verleerd, hoor. Gelukkig niet, gelukkig niet. Nee, maar dat vond ik wel heel opmerkelijk. Dat je maar is het ook niet bizar? Kom on. Ja, dat vind ik wel, ja. Ik vind het heel heftig, want je vertelt het nu alsof dat... Het is toch eigenlijk... Not dan dat op die manier werkt. Het is zo. Ja, het is ook nog, we moeten ook niet, geen doekjes omwinden. Het is gewoon nog steeds zo. Ja. Ja. Kom ergens aan binnen en je ziet meteen hoe mensen je beoordelen. Je wordt gescreamd. Ja, het is meteen, die is te dik. Ja. Oh, die ziet ook niet uit. Doe jij het die is stom gekleed. Hoe beoordeel jij vrouwen? Ik doe het niet. Ben ik dik? Nee? Nee. Jij hebt net niet gekeken of ik aangekomen ben de afgelopen vijf jaar. Nee. Of dat iemand heeft een dikke kont gekregen. Of... Nou, al zou ik het zien, het doet niks met mij over wat ik van jou vind, over wat ik... Nee, het is geen waarde. Nee, helemaal niet. Niks toe of al. Terwijl ik wel merk, als ik bij de kapper bijvoorbeeld, onze gemeenschappelijke kapper binnenkom, en daar zitten een aantal dames... Paul Jasper, de beste kapper van Maastricht. Goedemiddag allemaal, en ik krijg dan...
Oh ja, die weet je nog wat voor slip je aan hebt. Dat vind ik jammer. Ja, ja dat vind ik heel iets naars. Is helemaal, ja. Nou, ik hou daar niet zo van. Ja. Terwijl het aan de andere kant ben ik een beetje gedeformeerd. Want, omdat het ook wel een beetje bij mijn vak hoort. Omdat als ik met mensen moet werken, screen ik om ook te kijken van wat zou passen om met die persoon om te gaan. Dus ik laat het op positieve manier screen ik mensen. Niet om er iets negatiefs van te merken, maar te voelen van, oh, dat is een zus type, zo type, en dat type, daar kan ik dat mee. Dus dat is niet zozeer, wat voor broek heb je aan, maar ik let wel op lichaamstaal. Hoe staat iemand? Staat iemand recht? Staat iemand in elkaar? Loopt iemand naar voren? Daar let ik wel op. En dat is voor mij wel bepaalde informatie die ik verzamel. Opeens ging je ook als een speer op school. Ja. Ook bizar, want je hebt MAVO, HAVO. Nee, ik was een hoofdzalige leerling, dus ik deed helemaal niks en dat maakt ook niet uit. En toen bleef ik zitten, dat vond ik eigenlijk ook allemaal prima. Ja, want jij was lekker aan het stappen toen. Ja, super. Ja, dat was veel leuker. Maar op plotseling kreeg ik hoog cijfers en dat vond ik zo enorm stimulans. Ja, door dat blijven zitten, denk ik. Ja. En nou, in ieder geval, ik slaagde op de MAVO. Ik ging zo idioot, op de MAVO cum laude. Promoveer je cum laude. Ja, of, maar ja, goed. Maakt niet uit. En toen had de school mij al opgegeven voor de HAVO. Ja. Want ik was, dat was vanzelfsprekend. En dat ben ik toen ook gaan doen. En dat ging ook goed. En vervolgens dacht ik, ja, wat nu? Toen heb ik maar VWO gedaan. Dat ging ook wel heel goed. En toen was natuurlijk de vraag van, ja, na VWO ga je normaal studeren? En dacht je, wat ga je dan in hemelsnaam doen? En ik had een A-pakket. Dus ja, of je wordt lerares in een of andere taal. Of rechten. Dan maar rechten. En dat was in Maastricht. Ja, ik wilde gewoon in Maastricht blijven. Ik ben verliefd op Maastricht nog steeds. Ja, dat delen we allemaal. Ja. En dat was heel net, was de universiteit. Dat was volgens mij tweede lichting, tweede jaar dat recht hier gestart was. En dat ben ik gaan doen met het idee van, we zien wel waar het schip stond, want ik had het idee, dat kan ik helemaal niet. En toen liep het dus voor het eerst, want ik ken die verhalen, toen ik veel later kwam studeren, want ik ben pas later gaan studeren. Niet omdat ik jonger ben, dat is ook te zien, maar ik ben pas later op leeftijd gaan studeren. Sjehoed haar af, we zijn van hetzelfde jaar ongeveer, 62, 63, dus dat is gewoon even oud. Maar ik kreeg eerst een kind en ik verveelde me heel thuis en ik ging studeren en ik kreeg les van jou en ik hoorde verhalen over jou als, ja, toch wel die femme fatale die daar op die naald hakken. Het is altijd zo jammer dat je dat op zo'n moment niet weet, hè? Ja. Dat krijg je altijd na de hand pas te horen. Dan denk je, oh jongens, had dat toen toch gezegd. Dat was zo leuk geworden. Ja. En toen ging je er ook nog met de allerknapste professor van door. Ja, je scoorde niet meer bij de dames, hoor. En ze waren allemaal stront jaloers. Professor Roos, hoe ging dat? Ja, het stuk. Ja, echt. Het was een enfant terrible, maar een beetje zo. Ja, heel slim. Zo stond hij echt bekend. Ja. Een hele moeilijke man, maar bij mij niet. Maar ik heb hem leren kennen en was liefde op het eerste gezicht. Want, en ik weet niet of dat wederzijds was. Nee, volgens mij is het bij hem iets later gekomen. Maar dat werd inderdaad een liefde en een gezin en vier kinderen. En een heel druk gezinsleven. Heel erg druk. Allebei, want je bent nooit minder gaan werken. Nee. Ik ken je alleen maar van betrokkenheid er altijd zijn. Voor iedere student aandacht hebben. En je bent ook je territorium gaan uitbreiden, hè? Dus je was tutor. Wat ben je allemaal gaan doen? Wat doe je nu allemaal? Op dit moment gewoon docent aan de universiteit. Tijd. Dus rechtenfaculteit. Wat doe ik allemaal? Ik begeleid onderwijsgroepen als tutor, hè? Jij weet nog wat dat is. Daarnaast practicumdocent, daarnaast begeleid ik ontzettend veel thesis, met name masterthesis, dat moet iedereen schrijven die wil afstuderen. Ik begeleid stages, ik train nieuwe docenten, train nieuwe studentassistenten. Ik zit ook in selectie vaak van het ALS-programma. En nog steeds? Ben je toch een aparte eend in de bijt gebleven, denk ik. Want er is maar één Solange Dane. En er is maar één femme fatale die daar nog steeds door die gangen. Ik wou dat ik het kon. Ja, ik heb niet zulke benen. Je weet wat er wordt gezegd. Hè? Ik heb dat ook gezegd op de bruiloft van Glenn. Die heeft ook van die lange benen. Wie zei dat? Al had mijn vrouw maar één zo'n been. Kom ik straks op. Nou, ja, al had ik maar één zo'n been, maar ik heb ze dus niet. Ik kan dus ook niet zo lopen. Godfried Bomans heeft dat. Ken je dat niet? Nee, ik heb het niet. Ja, nou, die zou hier van me flauw vallen. Maar het plaatje ging toch stuk. Ja. Ja, dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Het punt is, ik heb dat vaak, want ik heb een echtscheiding gehad en ik hoor vaak, en dat vind ik heel jammer, leeftijdsgenoten van mij, waar natuurlijk ook eens misgelopen, en die zijn verbitterd.
En ik heb dat eigenlijk nooit gehad. Wat is de reden van de scheiding? De druk te hoog van het hele gezinsleven. En ik krijg toch het idee, je bent een familiemens of je bent het niet. En ik denk dat vrouwen dat eerder zijn dan mannen. Dat mannen toch zoiets hebben, en dat was bij mijn man ook zo. Hè, die vond het gewoon ontzettend leuk om zich voor te planten. En bij de eerste vond hij het nog heel leuk, en de tweede ook. En de derde en vierde deed hij ook alsof hij het nog leuk vond. Maar ik had de indruk dat hij het niet pas zo leuk vond. En ja, gewoon geen familieman. Nee. En dat kun je iemand niet kwalijk nemen. Ik bedoel, mijn oudste zoon is op een gegeven moment met mijn studie psychologie in Maastricht begonnen. En Paul? Ja, Paul. En Paul die dacht echt, dat is het helemaal. En die zei na 3 maanden, mam, als ik dit moet gaan doen, ik vind het verschrikkelijk. Je kunt je vergissen. En je kunt je ook vergissen in, ik denk dat dat leuk is, zo'n groot gezin. Maar ja, als je allebei een fulltime zware baan hebt en 4 kinderen, dan kan het best zijn dat je op een gegeven moment 's ochtends wakker wordt en denkt, wil ik dit eigenlijk wel? Ik moet nu wel zeggen, dat is mijn visie op ons huwelijksleven. Ja. Ik weet niet of mijn ex er ook zo tegenover staat. Nee, maar we nodigen hem voor de volgende keer. Zeker doen. Professor Roos, als u dit ziet, kom lekker bij mij aan tafel. Wat ook heel erg mooi is, want we kennen de dynastie Moskowitz, maar er ontstaat een hele andere dynastie. Leg even uit, want er ontstaat een hele grote familie van juristen. Dus jouw ex-man, de vader van jullie kinderen, jij en dan Enon. Ja, Paul is de oudste, die is 26 en die werkt nu ook aan de universiteit. Die is ook afgestudeerd, cum laude afgestudeerd. Kijk, daar mag je zeggen cum laude, niet bij de MAVO, maar hier mag je dat wel zeggen. Mag dat. Isabel, die is 23 soms geweest naar je leeftijd. En die heeft haar bachelor net afgerond in Maastricht. En die gaat naar Amsterdam, die gaat daar een master doen. Die gaat weer een ander soort master doen, want die heeft zoiets van, nou, dat juridische, dat ligt mij toch minder. Julie zit in Amsterdam en is derdejaarsrechten ook weer. Staat dat huis niet te koop van Moskowitz? Of is dat inmiddels al wel... Ik zou daar eens naar kijken. Ja, en is het dan Dane Roos? Of hoe gaat het worden? Ja, dat vind ik wel. Ja, Dane Roos. Een beetje Nee, en de jongste die wil graag acteur worden. Ja. Dus dat is Nathan. Nou ja, dat is ook dat vind ik ook heel gezond hoor. Ja. Dat iets in de familie moet toch allemaal bloed geven. We hadden het net over leeftijd, hè? Ja. En nou zie jij er toch wel een stukje jonger uit dan ik. Dat vind ik niet, Ken. Maar goed, dat... Maar je steekt ook niet onder stoelen of banken dat jij echt wel een onderzoektocht hebt gedaan, of een onderzoekingstocht hebt ondernomen naar cosmetische chirurgie. Heb ik nog even? Heel laatste onderwerp. Ja, cosmetische chirurgie. Goed of fout, wat vinden we ervan? Ja, wat vind jij ervan? Ja, ik interview jou. Ja, je hebt gelijk. Wat vind ik ervan? Ik vind er niks op tegen. Ik vind het prima. Ja, ik bedoel, we gebruiken crèmpjes, we doen natuurlijk alles. Je gaat niet 's ochtends je gezicht schuren om wat ouder uit te zien. Je wil zo goed mogelijk uitzien. En dat, je wilt psychisch ook goed in orde zijn. Je wilt lichamelijk goed in orde zijn. We sporten allemaal. En ja, het ouder worden, dat is ook wat ik tegen je zei, wat ik ook aan jou geschreven heb. Eerste plaats ook een beetje gevormd dat ik weet hoe ontzettend belangrijk uiterlijk is. Hè? Hoe belangrijk je omgeving is voor je eigen beeld, je zelfbeeld, je zelfverzekerdheid. Tweede plaats, mijn mensen om mij heen, maar het de hele dag tussen verkeerd, die wordt nooit aardig. Ja, maar exact, en dat las ik dus ook. Ik heb het juist helemaal niet, hè. Ik heb helemaal niet, omdat ik met jonge mensen zou werken, dat ik het gevoel heb dat ik ook jong moet blijven. Ik heb juist gemerkt dat ik mijn senioriteit eigenlijk wel als heel prettig ervaar. Ik heb niks meer op te boksen met hun. Ik wil dat ook helemaal niet. Ik ben in een heel ander stadium van mijn leven. Nee, maar ik wil niet mijn respect verdienen door mijn ouderdom, maar door mijn wijsheid. Ja, dus door mijn onderwijs. Wat ik zei, ik ben een hele goede docent. En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar het is wel iets, ik associeer mij toch heel veel met degenen die bij mij in het onderwijs zitten. Maar als jij er zo uit blijft zien, dan blijven ze zich vooral associëren met jou. Het is volgens mij niet onderwijs. Je moet stoppen met die botox of met weet ik veel wat je doet. Stoppen, want die krijgen allemaal een burn-out van jou. Die denken, hoe doet hij dat? Zie die dames lopen, slank en strak en dit en dat. Nou, meestal wordt het wel gewaardeerd hoor. Ik krijg dat toch wel leuke opmerkingen. Ik denk dat je ook wel eens een student die een oogje op je heeft. Nee, schat, dan ben ik echt de arts op geworden. 20 jaar geleden kon dat nog, maar nu is dat... Allerlaatste onderwerp, emptiness syndrome. Ja, vreselijk. Heb jij het niet? Ja, heel erg.
Ja, ik zweer ik het heel erg. Ik snap vrouwen niet die zeggen, eindelijk, ze zijn allemaal het nee, huis ik zeg uit. Dat omdat ik heel stoer wil doen. Oh, nee, zo dat, blij dat ze verdwenen zijn. Oh, heb je dat ooit gezegd? Dat ja, natuurlijk. Ik zeg wel meer. Oké. Okay. Ik zeg ook heel veel dingen die niet waar zijn, maar je moet toch wel wat roepen. Ja, anders komt de discussie ook nee, ik vind het vreselijk. Ik vind het echt helemaal niks. Maar goed, er komt wel weer een nieuwe fase, maar... Nee, het is gewoon lastig. Het is heel moeilijk, omdat je zo'n intens betrokken moeder bent. Hè? Nou, en tegelijkertijd, je bent niet, als die kinderen nog jong zijn, ben je niet de hele tijd bezig met... Wat ga ik nou straks doen als ze het huis uitgaan? Dat doe je niet. Je bent wel bezig, als je met een gezin begint, van... Wat gaan we nou straks doen als ze naar de middelbare school gaan? Ja. En wat gaan we dan doen als ze gaan studeren? Ja, en die klopt. Maar die stap daarna neem je nooit. En plotseling, en ja, je weet net zo goed als ik, dat gaat vrij plotseling. Dan zijn ze opeens allemaal weg. En dan denk ik, dat huis is toch wel heel erg groot. Helemaal niks. Helemaal niks.